Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de interlandperiode en natuurlijk ook in speelronde 8 van de Eredivisie. En we gaan natuurlijk speelronde 9 van de Eredivisie voorspellen, maar laten we eerst bij die interlandperiode beginnen. Nederlands elftal heeft 2 keer gewonnen en ook 2 keer de 0 gehouden. We wonnen met 0-2 van Polen en met 1-0 van België. Op zich een goede generale repetitie voor het WK. Het was allemaal niet... Ja, tegen Polen was het wel erg goed, maar tegen België was het toch allemaal kiele-kiele. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe we gaan presteren op het WK. Dan hebben we Eredivisie speelronde 8. Cambuur PSV werd 3-0. Groningen AZ werd 1-4. Ajax verspeelde ook punten. Speelde 1-1 tegen Go Ahead Eagles. Twente won met 3-0 van Vitesse. Fortuna won met 2-0 van Volendam. Excelsior tegen Utrecht werd 0-1. NEC Feyenoord ook weer een gelijkspel. 1-1. RKC Sparta werd 2-2. En FC Emmen Heerenveen werd ook gelijkspel. 0-0. Dan is dit de ranglijst. AZ staat bovenaan, dat is voor mij als AZ-fan heel erg leuk, met 20 punten. Ajax staat tweede met 19 punten, dan komt PSV met 18 punten. Feyenoord staat vierde met 17 punten, dan komt FC Twente met 16 punten. Heerenveen staat zesde met 13 punten, FC Utrecht staat zevende met 12 punten. Sparta staat achtste met 11 punten, RKC staat negende met 10 punten. NEC Excelsior hebben 9 punten, Groningen staat op de 12e plaats met 8 punten. Go Ahead Eagles, Fortuna en Cambuur hebben 7 punten. Vitesse staat 16e met 5 punten. Ook FC Emmen en Volendam hebben 5 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Joey staat nog steeds bovenaan met 66 punten. En ook Jurgen heeft zich daar weer bij aangesloten met 66 punten. Mark staat derde met 63 punten. Dan komt Lars met 62 punten. Oes en Colino hebben 60 punten. En dan komen Sven, Julian en Hekkie met 59 punten. Lars was deze keer de weekwinnaar. Dan gaan we natuurlijk... Oh, er staat nog Eredivisie speelronde, maar dit moeten natuurlijk de Conference League, Champions League en Europa League wedstrijden zijn. Ajax moet in de Champions League tegen Napoli. Feyenoord moet in de Europa League tegen Midtjylland. FC Zurich moet tegen PSV en AZ in de Conference League tegen Apollon Limassol. Dan gaan we kijken naar speelronde 9 van de Eredivisie. Ja, FC Groningen die ontvangt RKC. Volendam moet thuis tegen Ajax. Sparta ontvangt FC Emmen. NEC moet in de Goffert tegen Excelsior. Go Ahead Eagles tegen Cambuur. In de Galgenwaard ontvangt FC Utrecht AZ. Feyenoord moet thuis tegen FC Twente. Heerenveen ontvangt PSV. En Vitesse moet als allerlaatste wedstrijd van het weekend tegen Fortuna. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos!